Vaatje, nu is het lekker. Hé, rustig gaan trekken. Hier is ons billetje. Godverdomme, ze daad gelijk op. Hier jongen in Loekertje. Hier ze pakt jaar over. Ja, zeg niet zo over, pakken. In Antwerpen zijn ze een en ander gewoon. Maar een koe in de stad, daar keken toevallige voorbijgangers maandagochtend raar van op. Nonkel Chef was op zoek naar een groen plekje in Antwerpen. En hij vond er niet beter op dan naar de groenplaats te trekken. Jawel, vanaf 30 maart spelen we een nieuw stuk van Nonkel Chef. Nonkel Chef en een verloren zoon. Een hele gaas nieuw stuk in de Nelkerlik. Vanaf 30 maart en dan daarna, dus april, mei en zo, gaan we er met toeren door Vlaanderen. Nonkel Chef en de verloren zoon speelt vanaf 30 maart in Theater Elkerlik te Antwerpen. En die verloren zoon zou best wel eens een easy kunnen zijn. Wel, dat was gewoon praktisch. Ik zat in de stad. Ik zat van alles te doen. En wat ik kon doen heb geweest, kunnen de mensen komen zien in het stuk. Ja. Je wil nog niks verklappen? Nee, niet te veel, hè. Niet te veel, hè. Laat het een beetje een verrassing zijn. Zat jij al die tijd in het Schipperskwartier? In het Schipper... Dat is een goeie vraag, hè. Ik zou zo zeggen, kom een keer zien. En natuurlijk is ook Zottedree van de partij, gespeeld door Patrick Onzia. Ja, nee, ik ben niet verdwaald. Hè. Zeg je de Zottedree, mag ik vandaag meedoen hier op de Groenplaats? Voor de voorstelling van het nieuwe stuk van onze onkel Chef. En ik mag ook deze keer ook meedoen. Hè. Het was heel leuk, het was heel plezant. Linda de Ridder speelt ook mee en kijkt nu al uit naar de première. De aanleiding is dat wij met een tweede voorstelling komen. Alleen een tweede nieuw stuk van Brik van Dijk, De Verloren Zoon. En dat wil dus zeggen dat een Izzy terug in het verhaal komt. Het is of dat ik er gelukkig mee ben of niet, ja, dan moeten ze komen kijken. Hè. Er werden tot in 2001 maar liefst 175 afleveringen van Nonkel Chef gemaakt. Ivo Pauwels zou morgen meteen een nieuwe reeks willen maken, mocht die gelegenheid zich voordoen. Er is echter één probleem. We zijn er al heel wat toe, het vernielde kost. Amai. Willen zij nog met draaien hier? Van de kost van vroeger, en dat is natuurlijk plezant, maar... Potverdorie, de nichte Sander is al overleden. Maar, enzovoort. Te veel moeten doen, de pastoor. Die komen dan niet direct op al de figuren, de nederwaar en zo. De helft zeker, meer dan de helft is dood. Ja. Maar Nonkel Chef is er nog. Tot hiertoe wel. Ik zal nog even moeten blijven, denk ik. En ik hoop dat ik nog even mag blijven. Nonkel Chef en de Verloren Zoon. Vanaf 30 maart in Theater Elkerlik te Antwerpen en nadien op tournee door Vlaanderen. Een stuk met Ivo Pauwels, Linda de Ridder, Luc Verhoeven, Dirk Lavriese, Patrick Onzia, Diana Moor en Brik van Dijk.